Hoi, hoi, hoi. Welkom bij een nieuwe video. En dit is niet zomaar een video. Nee, dit is een roomtour. Ik heb nog nooit een roomtour gedaan. Jawel, ik heb wel een keer een roomtour gedaan. Kijk vooral even terug. Dat is echt mijn setup video van 3 jaar geleden. Dus dat is heel spannend. Toen woonde ik ook bij mijn ouders. Nu woon ik dus ook weer bij mijn ouders. Ik streamde op de zolder. Daar zit geen raam. En het is heel warm. En ik kon gewoon niet naar buiten kijken. Dat vond ik heel vervelend. Dus nu hebben we de walk-in closet van mijn ouders omgebouwd tot mijn streamroom. En ik dacht, ik ga het even aan jullie laten zien hoe het eruit ziet. Laten we beginnen bij de deur. Je komt dus hier binnen. Ik zal hem even open doen. Wij hebben visite, dus je hoort op de achtergrond mijn familie. Dit is de room. Kijk, dat is dus de kasten van mijn ouders. Er zitten... de kleren in. Er zit ook wat ondergoed van mij in. Dus dit stond eerst hier in deze kamer. Met daar een ladekast. Maar goed, die ladekast hebben we nu op zolder gezet. En hier staat nou mijn setupje. Heel erg cool. Wat we hebben gedaan is... We hebben dit bureau vandaag gekocht. Trouwens, de cable management is nog niet helemaal on point. Maar dat negeren we gewoon. Dus de bureau hebben we nieuw. Die wilde ik heel graag. Leek me super handig met laadjes. Dus hier heb ik cookies in zitten. Heel stout. Maar ik snoep veel tijdens het streamen. En hier heb ik Rabo Reader, dat soort dingen. Omdat we katten hebben, dan kan ik tenminste mijn stoel afdoen. Dat zit hier. Oh ja, voor dingen van mijn SD-kaartje af te halen. Dit is dus hoe mijn setup er nu uitziet. Ik begin eventjes bij de plankjes, want die hebben we dus ook gehaald bij de IKEA. Op de onderste plank heb ik de petten van mijn sponsors. Cooler Master, dit is een Discord pet van Discord partners, maar wel de Trust Gaming muts. En MSI pet. En dan daarvoor de Porro, die ik heb gekregen in Dublin bij de summit van... Sportman-like summit van Riot. Superleuk. Een porro met een opblaasbal. Dan hebben we hier Lucky, het draakje van MSI. Die staat ook daarboven. Een andere variatie. Dan heb ik hier eigenlijk mijn Harry Potter hoekje. Dit heb ik gekregen van de kijker, van Kenny. Dit is een galleon en een sickle en een... Wat is dat? Een knot. En ja, dat zijn gewoon de munteenheid in de tovenaarwereld. Dan heb ik een chocolade frog. Ik zal hem niet openmaken, want ik heb er een deel van gegeten een jaar geleden of zo. Die was bij de Harry Potter expositie in Utrecht. Ook ongeveer een jaar geleden dat ik er ben. En een time turner. Die heb ik gekregen van Casper. Heel cool. En dan heb ik daarachter mijn toverstaf liggen. Dat is de toverstaf van Hermeline. Die heb ik van Tom gekregen. En dan dit flesje cola. Het is een glazen flesje, dus het is best wel cool om die te hebben. Die heb ik vorig jaar op TwitchCon gekregen. En daar stond dus gewoon mijn naam op. Nou, dat gebeurt echt nooit. Dan daarboven heb ik de fanart. Dus dat is van Charlotte. Die heeft de tekening gemaakt al heel lang tijd geleden. Maar ik vind hem zo mooi, dus ik neem hem altijd overal mee naartoe. Naar een nieuwe streamplek. Nou, dit plankje met mijn naam erop heb ik van Lindsay en Marco en Frank. En nog meer? Voor mijn verjaardag vorig jaar gekregen. Nou, hebben we daar Heimendinger. Dit is zwaar boven mijn hoofd. Ik hou hem even zo. Dus daar hebben we Heimendinger. Die heb ik gekregen bij de Worlds. Kreeg iedereen die. In Berlijn toen. Bij de finale. Dan mijn Pops. 2 van Walking Dead. En Lara Croft. Die heb ik dit jaar gekregen van Bastiaan. Voor mijn verjaardag. En Vi. Die heb ik gekregen van Creepers. Dat is een webshop. En dan nog 3 vinyl figures heten die dingen. Van Rainbow Six Siege. Dus van Ubisoft gekregen. En die knuffel heb ik ook al heel lang een keer gekregen van Thomas. En ja, dat Lucky draakje, die had ik al laten zien. Dus dat staat op mijn schapjes. Super, super leuk. En dan komen we hier bij mijn setup. Ik heb 2 nieuwe kaarsen gekocht. Oh wacht, ik laat eerst even mijn stoel zien. Dan kan ik er even op gaan zitten. Dit is mijn stoel. Ik heb op dit moment deze, maar ik ga hem omwisselen voor mijn Unicorns of Love stoel. Maar die ligt boven. Of die zit in mijn opslagruimte.
Oké, dan heb ik twee kaarsjes. Deze. Dit is echt mijn favoriete geur. Die is gewoon van de IKEA. Is echt super lekker. En deze ook wel lekker. Appel is dit. Ook lekker. Fris. En ja, dat is mijn tweede scherm. En mijn grote scherm. En het stort me echt enorm dat ze niet even groot zijn. Dan heb ik hier mijn webcam. Dat is de Logitech C920. Op mijn Yobi tripod. Die staat daarachter. Ja, super handig. Gorillapod rig. Gebruik ik voor mijn webcam. Gebruik ik ook voor vloggen. Dus normaal heb ik die hieronder. Maar nu heb ik hem daarvoor. Omdat het de stream setup tour is. Of room tour. En ik vond hem mooier daar staan. Dan is dit mijn Emita Plus, 252 studio mic USB. Hier heb ik achter, hierachter ligt de studio arm. Nu gebruik ik even de tripod waar die op staat. En dat is mijn studio mic en die staat eigenlijk zo perfect boven mijn keyboard. En niet voor mijn schermen, hoewel dat nu wel lijkt. Maar ik kan gewoon op mijn scherm kijken. En dan is dit mijn eerste scherm. Ik was even mijn drivers aan het installeren. Hier mijn streamdekje. Die moet ik nog een beetje uitpluizen. Een beetje meer. Ik heb nu een paar scene switch. Dit zijn scene switch knopjes. En dit is booty spam. Maar daar wil ik meer uithalen. Dat komt nog. Er komt binnenkort ook een video over. Dus dat kun je een deze dagen verwachten. Mijn keyboard van Cooler Master. Dit is super chill. Dit kan eraf. En ik vind die kleuren. Het is pastel, een beetje pastelkleuren. Vind ik zo mooi. Dus dat is mijn keyboardje. Ik zet allemaal linkjes trouwens in de beschrijving hoor. Dus als je denkt van ik wil dat keyboard ook. Dat kan. In linkje in beschrijving. Dan heb ik mijn muismat. Is van Trust Gaming. Die samenwerken met Unicorns of Love. En dan een handtekening van Romain. Met een Cooler Master muisje erop. Die dan weer perfect in sync is met mijn keyboard. En dit allemaal heb ik ingeplucht in mijn... ja, hoe heet dit? Dit is volgens mij een jungle hut of zo. Daar kun je gewoon alles inpluggen als je niet genoeg dingen hebt in je computer. En dan heb ik hier mijn oplader liggen. Die had ik wel even kunnen opruimen, want die gebruik ik hier eigenlijk niet. En dan heb ik hier één controller. Mijn andere controller ligt nog boven. Mijn headset. De Dion van Trust Gaming ook. Is de GXD. Help me even. Nee, die weet ik niet uit mijn hoofd. En dan hebben we hier mijn PlayStation, die ik vaker ga gebruiken nu die hier staat. En dat is eigenlijk mijn hele setup. Daar ligt één gamepie, maar ik heb wel meer PlayStation games. Maar ik wil dus meer PlayStation gaan spelen ook gewoon als we wat chill streams hebben, dat het gewoon chill is om te kijken. En dan heb ik hier is mijn computer. Ik ga niet alle details van mijn computer vertellen. Maar de processor die erin zit is een i7. En ik heb een 1080 erin zitten geloof ik. Of een 1070 Ti. Maar dat zet ik in de beschrijving. Sowieso de hele specs van mijn hele pc zet ik in de beschrijving. Dus die kun je daar vinden. Mocht je willen dat ik daar een uitgebreide video over maak. Laat het ook vooral weten. Dan heb ik twee externe harde schijven. En dit wordt nog bij mijn headset. Dus dat is mijn setup. Ik ben er echt mega trots op. Super blij dat ik eindelijk een plekje heb waar ik gewoon kan gaan zitten. En dat het ook echt mijn plekje is. Ik heb ook echt het idee dat ik hier voorlopig wel even zit. Ik denk dat dit in de aankomende jaar gewoon is wat jij ziet op mijn achtergrond. En het is heel leuk als ik stream. Zie je dus mijn spiegel en dit zie je dus allemaal op de achtergrond. Wat echt een superleuk effect geeft. En ja, ik hou het lekker clean. Want dan is het lekker schoon hier. Ik ga heel veel foto's plaatsen van mijn setup. Van als ik weer een mooi detail heb of zo. En dat plaats ik op mijn Instagram. Dus mocht je me nog niet volgen. Wat ik me niet kan voorstellen. Maar ja, volg me even als je het nog niet gedaan hebt. Is Mattia TV. Zo ook mijn andere social media. Dan hoef je nooit meer iets te missen van mijn stream. Of nieuwe video's op mijn YouTube kanaal. En dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En dan zie ik jullie graag in de volgende video die heel snel gaat komen. Dit weekend ben ik namelijk op DreamHack Summer. En dan gaat er gewoon een vlog gemaakt worden. Dus die vlog gaat zeker komen. Dus vergeet niet te abonneren. Geef het een like. En ik zie jullie heel graag bij de volgende video. Doeg!